Sylvie Meijs begint het jaar in stijl, samen met haar nieuwe liefde Wim Belen in Dubai. De presentatrice deelt op Instagram prachtige kiekjes van hun feestelijke vakantie. Samen met Wim en zijn kinderen deelt het samengestelde gezin een foto vanuit hun luxe vakantiebestemming, gehuld in hun mooiste outfits voor oudejaarsavond. 2024. We zijn er klaar voor, schrijft Sylvie vol enthousiasme. Een volgend beeld toont Sylvie met Wim, poserend voor vuurwerk dat de lucht verlicht. 2024, ik wens iedereen een heel gelukkig, gezegend en gezond nieuwjaar vol liefde, deelt ze met haar volgers. Onder deze romantische foto reageert ex-man Niklas Castello met een eenvoudige boodschap: Happy New Year met een hartje. De vakantie in Dubai lijkt een perfecte start van het jaar voor Sylvie, omringd door liefde en luxe. Haar Instagram-volgers genieten mee van de glamoureuze momenten die ze deelt. Sylvie straalt in elke foto, en de feestvreugde spat van het scherm. De keuze van Dubai als vakantiebestemming voegt een exotisch tintje toe aan Sylvie's viering. De stad van de wolkenkrabbers en Luxe biedt het ideale decor voor een spectaculaire oudejaarsavond. De romantiek spat ervan af terwijl Sylvie en Wim samen poseren voor het vuurwerk dat de nachtelijke hemel oplicht. De reactie van ex-man Niklas onderstreept de volwassen en vriendschappelijke relatie die Sylvie en hij lijken te hebben na hun scheiding. Het Happy New Year bericht met het hartje toont een vreedzaam begin van het nieuwe jaar, zelfs na het verleden. Al met al lijkt Sylvie Meis het jaar 2024 op een schitterende manier te zijn begonnen, in goed gezelschap, omringd door liefde en op een plek vol pracht en praal. Haar Instagram-volgers kunnen blijven genieten van deze betoverende momenten terwijl Sylvie haar reis in Dubai voortzet. Met deze romantische start van het jaar wenst Sylvie iedereen een jaar vol geluk, gezondheid en liefde. Haar boodschap straalt positiviteit uit, en haar fans kunnen niet wachten om meer te zien van deze bijzondere vakantie in Dubai.